Breda Nu. Je weet het meteen. Het Bredaanse bedrijf Netvlies heeft een prijs gewonnen onder de titel Brabants Beste. Een prijs die door de provincie Noord-Brabant beschikbaar is gesteld, omdat zij zo'n innovatieve manier van management en aansturing hebben. Nou, dan willen wij wel weten. Wat is dat dan? Ja, Netvlies is eigenlijk heel simpel gezegd een internetbureau. Wat wij vooral doen is kijken hoe wij het online kanaal kunnen inzetten voor bedrijven als verlengstuk van een business. Dus wij kijken naar wat zijn nou de strategische doelen van een organisatie of een bedrijf. En op welke manier kunnen wij dan het online kanaal daarvoor gebruiken om bijvoorbeeld meer omzet te gaan genereren. Dus nieuwe klanten te werven, klantloyaliteit te vergroten. Maar bijvoorbeeld ook processen efficiënter te maken in organisaties en communicatiestromen te verbeteren. Een groot pand met uitzicht op de kerktoren. Hier 5 verdiepingen? Ja, klopt. In totaal met ongeveer 45 mensen. Ja. Aan de haven, hartstikke mooie plek natuurlijk. Ja, heel mooi. Je ziet ook dat het echt bijdraagt aan het werkplezier van onze mensen. Omdat het gewoon heel leuk is om even de binnenstad in te lopen, te gaan lunchen of een borreltje te doen. Jullie bestaan sinds 1995? Nee, 97. Ja. En in al die jaren altijd hier gezeten? Nee, we zijn 2 jaar geleden van het pand hiernaast verhuisd. Het werd te klein, te veel hokjes. En we groeiden eigenlijk best wel snel. Dat was ook het moment dat we die transitie in zijn gegaan om anders te gaan werken met elkaar. En we wilden graag naar een ruimte waar samenwerking juist meer gefaciliteerd zou worden. En we hebben hier hele open ruimtes waarin mensen heel veel met elkaar in teams kunnen werken. En we staan dus hier aan de achterkant van jullie pand. Met veel groen toch nog om ons heen. En je hebt de prijs hier in je handen nu. Dit is waar het eigenlijk allemaal om gaat, hè? Nou ja, dit is de erkenning. Ja. Waar het om gaat is hoe wij het doen. Heel goed. Kun je vertellen, Philip, wat is nou eigenlijk de strekking geweest waarom jullie deze prijs van Brabants Beste ontvangen hebben? Van het provincie. Ja, wij op geselecteerd zijn voor het ambassadeurschap is vooral eigenlijk op sociale innovatie. Hoe wij daarin eigenlijk dat toepassen in onze bedrijfsvoering. En waar het eigenlijk over gaat is dat wij 4 jaar geleden een transitie hebben doorgemaakt waarin we onze managementlaag eigenlijk hebben weggehaald en het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden en de vrijheid vooral terug hebben gelegd bij de mensen zelf. Dus wat je daarin ziet is eigenlijk dat mensen daarmee eigenlijk meer samenwerken en vanuit zelfsturing eigenlijk betere resultaten opleveren voor onze klanten en meer werkplezier halen uit de opdrachten die wij doen. Hoeveel managementlagen zaten er tussen? Wat had je voor soort managers eerst? Ja, we hadden natuurlijk directie, daaronder hadden we dan middelmanagement en dan hadden we nog projectmanagement en accountmanagement. Wat je vooral zag dat mensen die issues hadden intern, die keken vooral naar hun teammanager om dat op te lossen. En mensen die er niet uitkwamen met de klant, keken vooral naar de projectmanager om het op te lossen. En nu zie je dat, omdat de klant ook tegenwoordig bij ons gewoon in de teams deelneemt, dus hier op kantoor ook zit, zie je dat gewoon onderling in het team zelf gereguleerd wordt en opgelost wordt. En waarom is dat zo innovatief? Want gebeurt dat niet op dit moment op meer plekken, dat de management vaak noodgedwongen ook eruit wordt gehaald? Ja, dat is noodgedwongen, maar dat zit volgens mij meer op kostenbesparing. Dan dat het gaat over dat je gelooft in dat je vanuit vertrouwen samen kunt werken. En vanuit vertrouwen veel meer kunt bereiken dan vanuit control en beheersing. Hoe heb je dat dan bereikt? Want het is niet makkelijk, denk ik, hè? Nee, het is niet makkelijk. We hebben echt gekeken naar hoe kunnen we nou die zelfsturing aanbrengen. Hoe kunnen mensen nou iets meer eigenaarschap geven over het proces en hun eigen producten. In plaats van, ik heb mijn ding gedaan en de andere zoekt het maar uit. Wat daarin heel belangrijk is dat je een ecosysteem creëert. En op dat ecosysteem moet je met z'n allen kunnen acteren. Dus wij zien Netvlies ook als een platform. Niet als een bedrijf waar 4 muren omheen staan. Maar we zijn een heel open bedrijf waar ook wel freelancers en klanten binnenlopen heel de dag. Klanten zitten overigens vaker hier liever dan op een eigen kantoor inmiddels. Omdat ze weten wat voor dynamiek hier is en wat voor prettige cultuur hier heerst. En wat je dan ziet is mensen rollen hebben in plaats van functies. Dus mensen denken niet meer vanuit taken die hun manager beoordeelt of dat wel of niet goed is. Maar denken vanuit activiteiten. En die activiteiten bepaal je onderling met elkaar. En welke waarde dat vertegenwoordigt. Je bent dus ook zo goed als de omgeving je vindt. Dus je hebt geen beoordelingsgesprek meer met een manager. Maar je hebt uiteindelijk je omgeving, 8 mensen uit je omgeving bepalen. Eigenlijk voor jou hoe goed je presteert en hoe belangrijk je bent voor de organisatie, voor het collectief. En ook de opdrachtgever heeft daar een stem in, of niet? Ja, die heeft er ook absoluut een stem in, want je hebt continu evaluaties tussen de sprints door. Dus binnen de opdracht heb je verschillende faseringen. En in die faseringen heb je continu evaluaties en je hebt ook een eindevaluatie. Dat is inderdaad een hele omkering, hè? Dus opdrachtgevers worden mede je baas, zal ik maar zeggen, je beoordelaar. En andersom zitten ze ook hier aan tafel om hun werk weer te doen. Ja, absoluut. Ja, nee, daar klopt wel op neer. Maar ze zijn natuurlijk uiteindelijk heel bepalend in wat er moet worden gerealiseerd. Alleen nu gaven ze dan zeg maar een blauwdruk wat er moest gebeuren. En uiteindelijk kwam er dan vaak een mismatch van verwachtingen uit. En nu zie je eigenlijk dat de opdrachtgever onderdeel van het team is en meebepaalt op een hele flexibele manier
wat er op dat moment belangrijk is om dat te realiseren. Dus ze zijn veel meer onderdeel van een team en zelf heel erg inputgevend. In plaats van dat ze zeg maar alleen maar van tevoren er zijn en aan het einde er zijn.